ben een beetje bang voor deze battle. Ik loop wel zelfverzekerd zo het veld op, maar van binnen ben ik bang voor Kaboe. Vandaag gaat er een baby Pokémon uit het team. En zet ik een nieuwe baby Pokémon erin. Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe baby Pokémon challenge video. Het is alweer video 6. En we moeten weer terug over de brug. Of was dit nou een andere brug? Ik weet niet meer. Ja, nee, volgens mij, hier zijn we al een keertje geweest, toch? Want we moeten nu naar Motostoke. Want we moeten richting Kaboe. Maar laat ik eerst mijn Pokémon maar eens even gaan healen. Want die zijn nogal uitgeput uit de vorige video gekomen. Het was een zware video. En als je deze serie vet vindt, doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Dan ga ik vandaag proberen om de derde badge binnen te halen. En dat moeten we doen. Hier. Maar we moeten tot de morgen wachten. Totdat Kaboe terug is. We moeten naar de drop in. Oké, dan gaan we weer terug naar Bidoo. Jullie zeiden trouwens dat Bidoo geen nieuwe aanvallen leert. En ik hem dus alles via TM's moet leren. Hopelijk krijgen we Giga Drain als TM of TR of whatever. En Solar Beam en zo. En weet ik veel wat allemaal. Anders wordt het een lastig verhaal voor Bidoo. Maar we moeten nu eerst tegen Marnie. En Marnie heeft de fans Team Yell alweer beide. Want die staan hierboven. Marnie, let's freaking go. Tegen een Kronkonk. Mantyke, let's go. Let's go, baby team. Nou, BD maakt het me al heel moeilijk. Dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe moeilijk deze Pokémon het gaat maken voor mij. Sucker Punch landt en dat zorgt ervoor dat... Oh, dat ik niet flinch ben, dat dacht ik. Maar dat ben ik niet. Croagun kunnen we in ieder geval denk ik wel verslaan met Wing Attack. Dus dit gaat lekker. Nee, Sucker Punch is natuurlijk gewoon een aanval die altijd als eerste raakt. Niet per se flinched. Maar Croagun verslaan we, jongens. Kijk, dit is gelijk een lekker beginnetie. Hoppakee. Deetje. En dan moeten we nu tegen Morpeko. En ik wil eigenlijk een Pokémon gaan testen. Ik wil even Pichu gaan testen namelijk. Want in de vorige aflevering heb ik gevraagd wie ik moest vervangen. En een aantal van jullie zeiden dat Munchlax eruit moest. Een aantal van jullie zeiden zelfs dat Magby eruit moest. Maar heel veel mensen zeiden ook dat Pichu eruit moest. Dus laten we eens even gaan kijken. Deze twee Pokémon lijken allebei een beetje op Pikachu. Ik ga als eerste even een Nuzzle attackje doen. Ja, Nuzzle. Ja, toch? Ja. Oh, hij doet eerst Bite. Oké. En... Ja, sorry, maar deze Pokémon... Ja, die ga ik gewoon uit mijn team doen, want dit gaat gewoon niet werken. Sommigen van jullie vonden ook dat Riolu eruit moest. Dat vond ik ook best wel opmerkelijk, want anderen zeiden weer dat Riolu mijn beste Pokémon gaat worden in deze game. En ja, het is sowieso handig tegen al die Dark-types die in deze Pokémon-game zitten... om gewoon een Fighting-type Pokémon in je team te houden, denk ik. En ik ga eens even counter doen, let's go. Want ik zie dat Morpeko sneller is, die gebruikt Bite. En dan is mijn aanval doet 2 keer zoveel damage en is super effectief. Kijk. Of we hem met counter kunnen slopen. Net niet. Oké, dat is jammer. Maar voor de duidelijkheid, dit is dus de baby challenge. En hierin mag ik geen enkele Pokémon veranderen naar een fase waarin die geen baby Pokémon meer is. Ik mag ook geen andere Pokémon gebruiken. Het is alleen maar baby Pokémon. En ja, Riolu gaat wel lekker. Die heeft Morpeko even genakt, jongens. Lekker. Riolu gaat ook gelijk naar leveltje 27. En dan heeft hij ook nog een Scraggy, die gekke Marnie. En dit is gewoon wel echt een moeilijke challenge. Want kijk hoeveel damage ze gewoon tegen mij doen, hè. Het is gewoon wel een probleempje. Hoe sterker ze worden, hoe moeilijker het wordt voor mij. Hoe hoger level mijn tegenstanders worden, bedoel ik dan. Want ze doen me gewoon behoorlijk pijn. Maar goed, hier is Magby weer terug. Hartstikke idee. Met een Flame Wheel erbovenop. Ja, critical hitje. Ik vind Magby echt goed, man. Ik denk dat Magby wel misschien mijn beste Pokémon is tot nu toe. Want die loopt toch wel aardig te carryen heel vaak, hoor. Lekker, hoor. Lekker met Skip Carry. Hoppakee. Scraggy weg. Lekker. 3 Pokémon van Marnie down. Had ze de 3. Bidoo naar level 28, maar die gaat dus geen nieuwe aanval meer leren. En inderdaad, dit is het einde van Marnie. Althans, voor de eerste keer, want we komen er nog veel vaker tegen. Sorry Marnie, maar thanks voor deze battle. Ik vond het een leuke battle. Slaap lekker. Tot morgen. En de volgende morgen staat Marnie daar. Kom ik naar buiten. En volgens mij krijg ik hier de leak card van Kaboe. Ja, kijk. Hoppakee. Dankjewel Marnie. En we krijgen nog 2 Burnews. Nou, lekker bezig Marnie. Krijg je nog meer? Oh nee, dat was het. Maar we gaan dus een Pokémon wisselen. En ik zal je niet langer in spanning houden. De Pokémon die eruit gaat is toch gewoon Pichu. Want ik wil jullie even wat laten zien. Want Pichu is super schattig. Eigenlijk wil je niet dat hij eruit gaat. Maar kijk naar zijn stats. Dit zijn de stats van Pichu. En de Pokémon die ik ervoor in de plek wil is Elekid. En je ziet dat zijn stats zijn overal beter. Op elk punt is Elekid gewoon beter dan Pichu. Dus eigenlijk vind ik Pichu een leukere Pokémon misschien. Maar het is slimmer om Elekid in ons team te doen. Want deze
deze challenge is al moeilijk genoeg. Dus we moeten eigenlijk gewoon de beste Pokémon hebben. De vraag van vandaag is dan ook, welke Pokémon moeten we nog meer vervangen door een andere Pokémon? En ik ga echt een beetje naar jullie proberen te luisteren, want jullie hebben verstand van Pokémon. Dat heb ik al gemerkt. Dus, Elekid, level 25, welkom in het team. En dit is ook wel zuur. Nu heb ik dus Magical Leaf, hè. En dat kan ik niet leren aan Bidoo. Dat is super stom. Het is gewoon een grass aanval. Wat? Retaliate is misschien wel een hele handige move voor Munchlax. Laat ik die gewoon aan Munchlax leren. Die doet al 70 damage. En als een Pokémon in de beurt daarvoor dood is gegaan, doet hij 2 keer zoveel damage. Dus dat is wel echt nice. En dat gaan we doen in plaats van recycle. Oké, nice. Even mijn team nog wat beter maken, hoor. Ja, voor de rest heb ik nog niet zo hele boeiende TM's. Kaboe, ik kom eraan. Ik vind deze wel spannend, hoor. Want de tegenstanders worden steeds beter. Ja, Hoppy heeft de badge natuurlijk alweer te pakken. Hey, ja hoor, hij heeft de fire badge alweer. Tuurlijk, jongen, jij wel. Laat mij ook even die fire badge fixen. Oh, en als je trouwens afvraagt, hoe kom ik aan die Elekid? Die heb ik gewoon gebreed op een andere Nintendo Switch en geruild naar deze game. Oké, in deze gym missie moeten wij gewoon de tegenstanders, deze wilde Pokémon hier verslaan. En dit is een goed moment om Mantyke te trainen. Ik heb wel het gevoel dat Mantyke misschien een van mijn zwakkere Pokémon is op dit moment. Maar goed, we doen het er maar gewoon mee. Hij kent nu wel Bubble Beam, dus let's go. We gaan gewoon voor Bubble Beam. Vulpix doet Incinerate op ons allebei. Dat is op allebei not very effect heeft volgens mij. Rolly Colly wordt er wel sneller van. En Rolly Colly is ook sneller. Die doet even tackle. Ja, dat doet niet zo gek veel damage. Ik doe lekker een Bubble Beampie op Vulpix. En die gaat wel lekker. Nu heb je wel kans dat freaking Rolly Colly straks deze Vulpix gaat verslaan. Kijk, want die doet nu een tackle. En oh, hij houdt 1 HP over. Dat is lekker. Ik word wel geburnt. Daar ben ik niet zo heel blij mee. Waarom moet je mij burnen, jongen? Hier, ik bubbel jou. Lekker. En dan heb ik toch de puntjes te pakken tegen die Vulpix en de XP. Dat is misschien nog wel belangrijker. Maar ik ga geen level omhoog. 414 XP. Ik moet wel even een Burn Heal gebruiken voor mijn Mantyke. Oké, let's go. Volgende battle. Ja, en dat is tegen een Sizzlipede. En ik heb natuurlijk ook een Flying Attack die ook super effectief is. Laat ik gewoon even Wing Attack proberen dan. Let's go. Salandit doet faken. Oh, Salandit gaat gewoon mij aanvallen en die flinch mij, jongen. Wat doe je? Lekker voor je. Hier krijg je een bite van Sizzlipede op je hoofd, jongen. Freaking Salandit. Gaat hij gewoon zijn teammate aanvallen? Oh, ik ben ook gelijk burned. Oké, lekker. Ja, dankjewel Salandit. Goed bezig. Misschien moet je gewoon even de Sizzlipede gaan aanvallen. Jij gekke man. Of gekke vrouw. Ik weet niet wat je bent. Nou, we gaan maar door met Bubble Beam dan. Salandit doet Sand Attack op mij weer. Salandit zit tegen mij aan te vallen. Wat ben je nou mee bezig, jongen? Hij gaat binnenkort kapot, hè? Zie je, Salandit, die wordt gewoon gesloopt. Lekker voor je. Moet je maar niet uit mij aanvallen. Zit hij weer mij te willowwispen? En dan wil hij straks natuurlijk die Sizzlipede gaan snipen. Ja, dan ga je zeker nu wel aanvallen. Of niet? Oh, nu word ik aangevallen. Dit is helemaal niet chill, jongens. Helemaal niet chill. Oké, hoe gaan we dit doen? Salandit doet weer een zandaanval. Hopelijk ga ik wel aanvallen. Ja, Bubble Beam. Lekker. Oké. Ik moest gewoon tegen 2 tegenstanders hier, jongen. Echt heel vies. Maar baby Pokémon for the win. Oké, Burn Heal. En een Super Potion. Wat een idee. Dan nu tegen Chandler. Ik bedoel Litwick. Oké, Bubble Beam B. Sloop hem in 1 keer. We slopen hem niet in 1 keer. Sizzlipede doet bite. Oh. Ja. Ben ik een keer sneller? Werkt dit niet? Weet je wat? We gaan nog een keer tegen Vulpix. Hey, beter win ik dit gewoon. Maar gaat hij mij weer burnen? Waarom zit je... Hoe verbrand je überhaupt een water-Pokémon? Ik bedoel... Dat is toch gek? Dat kan toch helemaal niet? Oké. Rolly Colly doet Smackdown. Nee! Wat is dit nou? Ik kom geen eens bij Kaboe op deze manier. Nou, weet je wat? Dan ga ik wel weer tegen deze Pokémon. Want die Salandit zit toch alleen maar mij aan te vallen de hele tijd. Ja, mijn Mantyke is alleen wel kapot. Dus het is zo vervelend. Ah! Elekid, doe jij anders even je ding. Let's go. Jij bent super snel. Hier, doe Shockwave. Lekker. Ik ben gelijk sneller. Hoppakee. Lekker bezig, Elekid. Maak de Sizzlipede kapot. Zo doen we dit. Magby wil Fire Punch leren. En die is beter dan Flame Wheel. So, let's go. Ik had gewoon de hele tijd Elekid moeten gebruiken, jongen. Ben ik nou al klaar of wat? Jongen. Nou, Elekid, doe jij het anders even. Misschien ben jij wat sneller. En lukt het allemaal wat beter als jij gewoon lekker aan de gang gaat. Hoppakee, Shockwave. Vulpix doet Confuse Ray niet op mij, toch?
Oké, op Rolly Colly. Top. Rolly Colly, wat ga je doen, vriend? Je gaat jezelf nakken. Knal ik even nog een keer de shockwave erbovenop op die Vulpix. Hartstikke idee. Vulpix doet incinerate. Dat zal je zien. Gaat nu Rolly Colly wel aanvallen, hè? En dan heb ik weer geen puntje. Werden dat had gebeurd? Ah, ik heb gewoon geluk. Jongens, we hebben gewoon een keer geluk. Wat lekker. Nee, nu is hij niet meer confused. Dan doet hij tackle en is hij opeens sneller. Wat is dit voor een klo... Echt 3 uur later heb ik dit een keer gehaald. Yes. Oké, nu heb ik wel een puntje, jongens. Ik kan ze gewoon niet one-shotten met deze baby Pokémon. Ik ga deze heel sneaky doen. Ik ga gewoon de hele tijd chargen. En dan ga ik hem proberen af te maken met een quick attack. Alhoewel, ik weet niet of het gaat lukken. Want als hij nu een smackdown doet, die Rolly Colly, dan heeft hij alsnog gewonnen. Oké, weet je wat? We doen toch gewoon shockwave. Hij doet de rapid spin. Ja, oké, we hebben een goede keus gemaakt. Normaal gesproken, dan doe je echt 3 minuten of zo over deze gym challenge. Ik doe er nu gewoon 23 minuten over, volgens mij. Maar we hebben hem. En dat betekent dat we door mogen naar Kaboom. En Kaboom heeft serieus sikke Pokémon. Ik begin met Mantyke, maar die gaat het niet lang overleven, denk ik. Nu heb ik natuurlijk een Munchlax met Retaliate. En ik hoop... Nou, ik denk dat ik die move op een gegeven moment in moet gaan zetten. Maar Kaboom heeft natuurlijk ook een Ninetalesie. En die heeft ook een Arcanine'tje. En dat is een probleem. En daarna ook nog een Centiscorch. Dus ja, dit wordt... Ik ben een beetje bang voor deze battle. Ik loop wel zelfverzekerd zo het veld op, maar van binnen... Van binnen ben ik bang voor Kaboom. Deze man weet wat hij doet. Oh, jongens, daar gaan we. Ik kan ook natuurlijk altijd mijn Magby nog inzetten. Hè? Misschien dat mijn Magby ook nog wat kan. Die krijgt in ieder geval dan geen critical of... weet je dat? Super effective moves om zijn oren. Zoals gezegd, hij begint met Ninetales. Ik begin met Mantyke. Deze kleine mini-Pokémon tegen die gigantische Ninetales. Hij begint met mij te burnen met Will-O-Wisp. Dat lukt hem niet. Hij mist mij gelijk. Nou, dat is in ieder geval een lekker begin. Ik doe een Bubble Beam. Dat doet ongeveer 40% damage. Ik heb dus 3 Bubble Beams nodig om hem te verslaan. Ninetales doet Quick Attack. Dat is helemaal prima. Dat doet niet zo heel veel damage. Dus op zich... Ik heb vertrouwen in dat we Ninetales gaan verslaan met Mantyke. Mag ik dat zeggen? Mag ik daarvan uitgaan? Hij doet nog een quick attackie. Dus het lijkt erop dat het gaat lukken als Bubble Beam raakt. En Bubble Beam raakt. Oké. Pokémon 1 is uit de weg geruimd. Ninetales is weg. Nu krijgen we Arcanine. Mantyke gaat een level omhoog naar 26. Oké. Dit zijn zijn stats. De special defense is wel hoog. Dus als ik special attacks om mijn oren krijg, dat zou ik moeten kunnen handelen. Arcanine, let's go. Ja, ik denk toch dat hij voor de physical attacks gaat met Arcanine. Oh, wat een baas, hè. Arcanine doet ook Intimidate. Daardoor gaat mijn aanval nog verder naar beneden. Maar ik maak gebruik van special attacks. So, let's go. Arcanine gaat voor bijten. Ja, dat gaat wel pijn doen. Oké, maar... Valt mee. Hij flincht mij wel. Ik ga het straks gewoon even, denk ik, een super potion gebruiken. En kijken of dit misschien toch met Mantyke gaat lukken. Want op zich gaat hij wel lekker, moet ik zeggen. Op zich gaat Mantyke wel goed. Ik dacht dat Mantyke niet zo heel goed was. Maar het gaat eigenlijk best wel lekker met deze baby Pokémon. Let's go. Ik ben hyped. Woo! Tegen Nessa hadden we echt een hele moeilijke battle. Ja, misschien dat de Centiscorch van Kaboom straks voor problemen gaat zorgen natuurlijk. Dat kan altijd. Maar tegen Ninetales en Arcanine lijkt het redelijk mee te vallen. Alhoewel, die flinch is wel irritant. Want dat zorgt ervoor dat ik niet echt lekker kan aanvallen. En met 3 bites ben ik alweer bijna dood. Dus dat is wel even minder. Let's go. Oeh, hij is bijna down. Ik ga dit toch even proberen met Mantyke te doen. Super Potion op Mantyke. Let's go. Jij mag de Arcanine ook in ieder geval proberen uit te schakelen. Ja, en hij blijft gewoon lekker doorbijten. Want hij weet, ja, vuur aanvallen. Daar heb je niet zoveel aan tegen mijn Mantyke. Kijk hem gaan, jongen. Ik hoop dat hij niet flincht. Hij flincht wel. Nou, dan gaan we nog een keer aanvallen. Bap, hoop ik dat hij nu niet nog een keer flincht. Hij flincht weer. Wat? Nu is het een beetje overdreven, hoor, Kaboom. Nu mag je even stoppen met die flinch. Straks zijn zijn bite attacks gewoon op. Als dit zo doorgaat. Mag ik nu alsjeblieft even deze laatste Bubble Beam doen? Mag het? Kom op. Heb ik quick attacks? Nou ja, weet ik niet. Ik heb niet goed gekeken. Maar in ieder geval, Arcanine is ook uit de weg geruimd. Lekker. Nice. Hoppakee. En dat zorgt ervoor dat Mantyke al naar 27 gaat. En Bidoo is mijn sterkste. Die gaat naar 29. Maar ja, die kunnen we nu niet gebruiken. Ga ik wisselen? Ik denk het niet. Ik denk dat alleen mijn Mantyke dit niet gaat overleven. Nee, dit is helemaal niet slim.
Dit is helemaal niet slim, Rick. Ik ga natuurlijk niet mijn Mantyke nu Dynamaxen. Kijk hoe weinig HP die nog over heeft. Mijn Mantyke gaat eraan, denk ik. Ik dacht eigenlijk dat mijn Mantyke nog wel iets meer HP had. Maar hij heeft best wel weinig HP. Ja, daar gaat hij. Kijk, deze G-Max Center Scorch blijft super sick. Een soort van vuur-Rayquaza Pokémon vind ik dit. Ik vind hem echt cool. Ik vind deze echt vet. Een van de tofste nieuwe Pokémon in deze generatie. En ja, Kaboom is er ook blij mee zo te zien. Ja, daar gaat hij. G-Max Interferno. Ik had misschien toch moeten Dynamax, hè? Dit is dan misschien toch jammer. Ik ben in eerste instantie benieuwd of Riolu hier iets tegen kan doen. Ik ga ook nog steeds niet Dynamaxen, denk ik. Ja, of moet ik dat gewoon wel doen? Ik weet het niet. Ik ga counter doen. Ja, ik ga counter doen. Let's go. Let's go. Kom maar op, Santiscorch. Als jij me niet one-hit KO, doe ik counter en doe ik double damage op jou. Ah, nee! Nee! Oké, wat ik nu ga doen is Bidoo even opofferen. En dan ga ik hierna mijn Munchlax inzetten. Bidoo gaat niks kunnen doen. Die gaat in één keer kapot. Dat weet ik sowieso. Maar dit is toch wel een lastige fase in deze battle. Kaboom denkt nu, wat ben jij aan het doen? Waarom zet jij een Bidoo tegen mij? Dat is toch super stom? En ja, dat zou ook super stom zijn. Maar wat ik weet is dat Sandscorch gaat nu een Dynamaxen. En nu is het moment om Retaliate te gaan gebruiken met Munchlax. Munchlax kan als het goed is best wel een klappie vangen. En kijk, zie je? Daar gaat hij. Daar gaat hij. Kleine Santiscorch is terug. Fight, Retaliate. Deze move doet nu twee keer zoveel damage. Enige wat dit is, ik moet deze Flame Wheel overleven. Maar dat moet wel lukken, denk ik. Kijk, hoppakee. Retaliate. Let's go. Hoeveel damage doet dit? Oh, en wat een mooie move trouwens ook. Dat zag er echt super vet uit. Nu, Dynamaxen en vol aanvallen met Max Strike. Let's go. Let's go, let's go. Jij denkt, jij sloopt al mijn Pokémon. Jij sloopt ook 3 Pokémon van mij. Maar nu is het mijn tijd. Nu is het tijd om jou te gaan verslaan, Kaboetje. Met deze gigantische Munchlax. Dit is mijn tactiek. Dit is hoe ik kies om jou te verslaan. En ik denk dat het gaat lukken. Want jij gaat nooit mijn Munchlax nu kapot maken nu die gedynamaxed is. Daar geloof ik helemaal niks van. Jij kan stoer doen dat jij jouw Santiscorch kan G-maxen. Maar hey, ik kan ook Dynamaxen, vriend. En het is gewoon afgelopen met je Santiscorch. Hoppakee. En dan is de derde badge gewoon van mij. Munchlax is de MVP van deze video. Alhoewel, eerlijk, Mantyke heeft het ook echt goed gedaan. Munchlax gaat naar level 26. En Elekid gaat naar level 27. En Elekid gaat ons ook nog helpen in deze challenge hoor. Geloof mij. Lekker Munchlaxie. Goed gedaan. Lekker gedaan team. Ik ben trots op je. De derde badge is ook voor dit baby Pokémon team. Nice. Mag ik alsjeblieft de badge van u, meneer Kaboom. Voor wie ik onwijs veel respect heb. Want je hebt me best wel moeilijk gemaakt toch. Maar het is wel gelukt. We krijgen TM Will-O-Wisp. Die ik niet ga gebruiken. En we mogen nu door naar Hammerlock. We worden nog even uitgezwaaid door Milo, Nessa en Kaboom. En dan gaan we er vandoor. Door het tweede deel van de Wild Area. Maar eerst gaat BD nog even vechten met Hoppy. En dan ga ik lekker een stukje fietsen door deze Wild Area. En dan gaan we in de volgende video kijken welke badge we nu moeten halen. En of dat gaat lukken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!